Heb je al nog papier op de kamer? Ja. Oh, spijtig. Okay. Zeg, is je al langs de dokter gegaan? Nee. Oké, dan maak ik nu een afspraak bij de mijne. Maar het gaat al beter, oké? Ja, dat zie ik. Zo, ik meen het. Ik kan het zelf doen. Wanneer was jij van plan mij er iets van te zeggen? Senna... Zoe, je bent opgeroepen geweest om te gaan getuigen en je zegt mij dat niet? Ja... Ik wat? Ja... Zoe! Ik wil niet gaan getuigen, oké? Je meent dat niet. Jawel. Die zaak gaat eindelijk voor de rechtbank komen en nu ga je doen alsof er niks is op wat? Senna, dat is mijn keuze. Maar dat is klaar! Mijn keuze. Je hebt er niks mee te maken. Geef me die brief. Geef me die brief. Wat was dat? Zo heeft Senna niks gezegd over de brief van de rechtbank. Sorry. Maar je weet dat ik niet wil herinneren worden aan heel dat gedoe, oké? Zoe, die eikel heeft niet alleen bijna je relatie met Senna opgefokt, maar die heeft naaktfoto's van je genomen. Terwijl je aan het slapen was. Ja, dat weet ik. Hij heeft je geblackmailed tot seks. Ik bedoel... Het is hem niet gelukt, toch? Dus wat is het probleem? Nee, bij jou niet. Maar wie weet bij wie wel? Echt, dat soort gasten, hè? Die weten gewoon dat hun slachtoffers niet gauw naar de politie gaan. Omdat die zich schamen voor wat er is gebeurd. Toch, Robbe? Wat? Heb ik gelijk of niet? Jezus, Milan, hou mee buiten alsjeblieft, oké? Oh, ja, jij vindt ook dat je dit soort dingen gewoon maar mag laten gebeuren. Weet ik veel, ik heb er helemaal niks mee te maken. Echt.